Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het vrijdag. Het is vandaag 1 september. Wat betekent dat vanavond het nieuwe seizoen van Hollands God Talent van start gaat? Om 8 uur op RTL4. Natuurlijk ga ik daar naar kijken vanavond. En uiteraard ga ik na afloop verslag ervan doen voor jullie. Maar eerst moeten we maar eens de dag zien door te komen. Want we hebben nog één werkdagje te gaan. Voor we het weekend in kunnen gaan. Dus laten we de dag maar eens gaan beginnen. In ieder geval. Hoe is de afgelopen tijd voor jullie verlopen, Rhino's? <coughs> voor mij had, was de afgelopen tijd niet zo heel goed verlopen. En als jullie je afvragen waarom. nou, dat zal ik wel even uitleggen. Ik ben namelijk een fanatiek rollenspeler, zoals jullie wel van me weten. Ik doe dan heel veel rollenspellen over Sonic de Hedgehog. En dan vooral op Discord en zo. En afgelopen vrijdag, een week geleden dus. Ben ik s'avonds uit een Discord-surfer waarin ik Sonic de hedgehog rollenspel heb gedaan gezet? Ik ben uit die Discord-surfer gezet omdat ik me langere tijd slecht had gedragen in de surfer. Ik maakte constant ruzie met de serverleden. Ik zei constant aanstootgevende dingen. En volgens sommige mensen was ik ook een beetje te pessimistisch gedurende mijn tijd in de surfer. En dus kwam het surferpersoneel overeen dat ik uit de surfer verbannen moest worden omdat het slechte gedrag gewoon te lang door was gegaan. Ik geef eerlijk toe, Rhino's. Ik had het verdiend om uit die server gezet te worden. Maar doordat ik uit die Discord-server ben gezet, kwam ik wel in een neerwaartse spiraal terecht. Waar ik al een hele week last van heb. Ik bedoel, mijn depressie heeft heel veel opgespeeld deze afgelopen week. Ik vond het gewoon heel moeilijk om deze week vrolijk te zijn. En ik geef ook heel eerlijk toe, ik heb deze afgelopen week meerdere malen aan zelfmoord gedacht. Omdat ik zo gestrest was. Het is niet zozeer dat ik een doodswens heb. Maar het is meer zo van dat ik gewoon rust in mijn hoofd wil hebben. En dat is de reden waarom ik deze afgelopen week meerdere malen aan zelfmoord heb gedacht. Ik heb er met meerdere mensen om me heen over gepraat. En ze vertelden me zo van. Dat zelfmoord niet het antwoord is en dat mezelf pijn doen de pijn niet zal wegnemen en dat het alleen maar de pijn aan iemand anders zal overdragen, en daar hebben die mensen wel gelijk in. <coughs> het heeft geen zin. Om zelfmoord te plegen of uit het leven te stappen over iets als dit. Ik weet heel goed dat het geen antwoord is, maar met hoe mijn leven eruit heeft gezien de afgelopen vier jaar, denk ik gewoon steeds meer en meer dat zelfmoord een antwoord is dat jullie het even weten, ik ga niet toegeven aan die zelfmoordgedachten, het blijft bij gedachten, dus maak jullie daar maar niet al te veel zorgen over. In ieder geval de mensen om me heen die blijven me vertellen dat ik het in me heb om mijn gedrag te verbeteren. En mijn woedeproblemen te beheersen en dat soort dingen. Ik weet zelf ook wel dat ik het in me heb om mijn woedeproblemen te beheersen en mijn gedrag te verbeteren. Maar doordat ik deze hele week al in een negatieve sleur zit, heb ik gewoon niet echt de zelf, het zelfvertrouwen om te geloven dat ik het inderdaad in me heb om mijn woedeproblemen te beheersen en mijn gedrag te verbeteren ik moet eerst even uit die negatieve sleur zien te komen en ik moet ook weer even mijn zelfvertrouwen zien terug te krijgen voordat ik daadwerkelijk kan gaan werken aan het verbeteren van mijn gedrag en het beheersen van mijn woedeproblemen. Ik weet zeker dat dat wel goed zal komen. Hopelijk doen jullie dat ook, Rhino's. In ieder geval, bedankt dat jullie even de tijd hebben genomen om te luisteren naar. Dit serieuze gesprek dat ik met jullie wilde delen. Vanavond gaan we kijken naar de, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Hollands God Talent. Als ik tot die tijd nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie uiteraard weten. En zo niet, dan zie ik jullie vanavond om de vlog af te sluiten met een verslag van het nieuwe seizoen van Hollands God Talent. Dus, ik zie jullie later weer. Zo, Rhinos, daar was ik weer. Ik ben inmiddels aangekomen in Sint-Nicolaasga... ...om het weekend bij mijn ouders door te brengen. Dus... <coughs> ...laten we maar eens proberen om er... ...een mooi weekend van te gaan maken. <coughs> In ieder geval, zoals ik al vanmorgen met jullie had besproken, zit ik al de hele week in de put. Omdat ik af vorige week vrijdagavond uit die Discord server ben gezet. En ik al de hele week van streek ben en mijn depressie heel erg veel heeft opgespeeld en zo. <tankt> nou, vandaag heeft mijn depressie ook weer heel erg opgespeeld. Ik voelde me gewoon heel erg ongelukkig. Ik voelde me boos, verdrietig, haatdragend en zo. <tankt> maar ondanks dat ik me zo slecht voelde, wist ik alsnog een positieve daad te verrichten vandaag. <tankt> Ik was vanmiddag namelijk even naar Beetsterswagen fietst om wat post te bezorgen. <coughs> en ik was zo onderweg terug naar Drachten. En toen zag ik plotseling een hond langs de kant van de weg lopen zonder baas in de buurt. Het was een zwart met een donkergrijze hond. Die was gewoon <coughs> vrolijk langs de kant van de weg aan het lopen. Maar net wat ik zag, ik zag helemaal geen baas bij hem lopen. En dat vond ik best vreemd. Dus ik heb bij een paar huizen in de buurt gevraagd of er iemand een hond mist. Ik was um, bij een huis gaan aankloppen. Ik vroeg zo van: missen jullie ook een hond? Die zag ik die kant op lopen. Die mensen misten geen hond. Dus toen ben ik naar een boerderij aan de overkant gegaan. Daar heb ik ook gevraagd of ze een hond misten. De boer die vroeg me welke kant die hond was opgewandeld. Dus ik wees even aan welke kant die hond was opgegaan. Eh. En toen zei de boer dat hij even zou gaan kijken naar die hond. Hij bedankte me. Ik zei graag gedaan. En ik vervolgde vervolgens mijn weg naar Drachten. <coughs> dus het was best knap van mezelf. Dat ondanks de slechte dag die ik had gehad. alsnog in staat was om een positieve daad te verrichten. Rino's, Dus. Daar kan ik weer trots op zijn. En toen ik weer terugkwam op Carré, nadat ik de post had bezorgd, heb ik ook nog even met een vriend op Discord gepraat. Daar heb ik even mijn hart bij kunnen luchten. En dat voelde best wel goed, want nadat ik mijn hart had kunnen luchten bij die vriend. Was mijn dag weer een stuk beter gegaan. En ik ben nu ook weer in een stuk beter humeur. <tacht> De... En nu we terug zijn in Sint-Nicolas zijn om het weekend te vieren. laten we hopen dat dat goede humeur zich voortzet. Daar kunnen we maar op één manier achterkomen. In ieder geval. Vanavond gaan we naar een nieuwe aflevering van Hornscot Talent kijken. Het is de première van het nieuwe seizoen. Dus, dat is wel iets om naar uit te kijken. Vanavond ga ik dus, na afloop, verslag doen van het nieuwe seizoen van Hornscot Talent. Dus, ik zie jullie vanavond weer. Zo, Rhino's, daar was ik weer. De première van het nieuwe seizoen van Holland's Got Talent is net voorbij. En man, wat was het weer een spektakel. Er kwamen echt heel veel leuke acts voorbij in deze aflevering. Dus ik zal jullie een paar van, van de acts meegeven. We begonnen met onder andere een groep rolschaatsende mannen. Die dan gingen rappen en zingen. En ondertussen deden er een paar andere jongens trucjes met een fiets en een step op een paar halfpipes. Dus dat was wel leuk. En vervolgens kregen we ook nog een. Uh, Jong of... Nou ja, ik heb het idee dat het een transjongen was. Maar in ieder geval, deze, deze heette Maurits. Die kon echt heel mooi zingen. Dat was gewoon echt geweldig. We hadden ook een heel enthousiaste Britse dame die orgel speelde. Dat was ook echt een genot om naar te kijken. En we hadden ook een dansgroep genaamd Iron. Ik neem aan dat die groep Iron heet, als ik het me goed herinner. Maar in ieder geval, die deden gewoon echt iets anders wanneer het op dans aankomt. En Dan Carrot die was daar zo van overtuigd dat. Uh, momentje, ik moet even mijn kat naar buiten laten. In ieder geval, zoals ik al zei, Dan Carrot, die was zo onder de indruk van het talent van Iron en hoe ze zich anders opstelden vergeleken met andere dansgroepen dat hij ze naar de halve finale had gestuurd door op de Golden buzzer te drukken. Dus dat was echt mooi. Natuurlijk kwamen er weer een, een, een boel andere acts over de vloer, een, een boel goede, maar natuurlijk ook een paar slechte. Maar over het algemeen was het echt weer een genot om te kijken naar deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Holland's Got Talent. <tankt> en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze vlog. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.